de prijs tegenwoordig, moet ik heel eerlijk zeggen. Halen. Zo erg. Ja. Nu achteraf, nu mijn ma er niet meer is, vind ik het wel een beetje sneu. Dat is de laatste podcast. Zo. Dat is wel lekker, hè? Sugar Rush. Oh. Holy shit. Oeh. Ik vond het wel lekker. Ik sta nog niet te stuiteren. Zo. Holy shit. Oké. Okay. Hallo mensen, welkom bij een nieuwe vetgezellig podcast. Als je deze podcast niet kijkt, dan heb je niks door. Als je hem wel kijkt, zitten we in de auto. Hoor je alleen maar slurpen geluiden. We hebben een milkshake gehaald bij de KFC of de KFC of de... KFC of de KFC. Wat zeg ik ook weer? KFC, hè, zeg ik. Nee, KFC zeg ik. Nee, wat zeg ik nou? Maakt niet uit. Weet niet. In ieder geval, ruim een jaar geleden gingen we trouwens een fastfood tour doen. En dan gingen we lopen naar Rotterdam vanaf Den Haag. Je moet nog steeds 24 uur in de McDonald's zijn. Heeft hij zoveel duimpjes, hè? Ja, hij heeft 5000 duimpjes gekregen. Heftig. Ja, echt bizar. 24 uur in de Mac. We gaan het vandaag hebben over fastfood. En ik ga een bom droppen, die Guilaine ook nog niet eens weet. Het is de laatste podcast van dit seizoen. Zo. Ja. En ik dacht, hoe kunnen we het ook niet beter afsluiten? Of hoe kunnen we het beter afsluiten dan te hebben over fastfood? Mm-hmm. Want we hebben het in onze podcastcarrière nog niet over eten gehad. Nee. Nou ja, de snackje van de week natuurlijk, maar niet snackje echt per se. Snackje van de week is echt het onderdeel. Ja, maar het is niet per se over eten zelf, toch? En we dachten van, wat is nou iets wat heel veel mensen heerlijk vinden? En waar kunnen we het over hebben? Hetgene waar Guilaine het liefst over heeft, namelijk? Eten, maar... Nee, fastfood. Fastfood, ja, want ik ben echt... Eigenlijk doel op alles wat witmeel is en gefrituurd is. Ja, dat is wel echt zo. Echt bizar. Jij drinkt en... Ademt en eten alleen maar fastfood. Dat is helemaal niet waar. Oh. Gek. Weet je wat ik wel maar vond, liefst wel, Schartje? Ja, ja. Dat als wij een snack van de week hadden, dat jij dan aankwam met aardbeien, dacht ik echt van zo is je inspiratie op. Nee, hoezo? Aardbeien heb ik nog geen enkele keer gedaan. Jawel, jij maar aardbeien als snack van de week. Was die zo lekker? Weet niet. Oh, wat lekkere aardbeien. Ik moet zeggen, deze milkshake, het is een vanille milkshake. Wordt geen snackje van de week deze week. En jij vindt die lekker, hè? Ja, ik vind hem echt te zoet. Maar je drinkt wel stevig door. Ja, omdat ik trek heb. Ik zat net al de hele tijd een soort van gammel in deze auto te rijden. Dat ik dacht van, ik heb enorm zin om te eten. Maar ja, vervolgens eet jij dan een kipstuk op en ik krijg niks. Nou, die wil je niet eten, schat. Hm? Nee. Weet je dat we dus een milkshake hadden? En 4 kipstukjes voor 14 euro? Ik vond het echt bizar. Ja, wij gaan nooit naar, eigenlijk nooit naar fastfoodketens. Nee, eigenlijk alleen maar voor video's. Ja. Ik vind het soms wel leuk. En ik hou wel echt van gefrituurd eten. Maar ik vind de kwaliteit van de meeste fastfoodketens gewoon beneden maats in Nederland. Nou, gewoon beneden maats in general. Ja. Nou, ja, is dat de reden dat we er echt niet vaak heen gaan? Ook gewoon dat we, omdat, ja, het is wel even vullen, maar daarna heb je weer trek. Dat vind ik dan weer. Dan eet ik liever echt iets wat echt vullend is. En dan buiten de deur bijvoorbeeld, als ik toch buiten de deur ga eten. Ja. Kan ik wel echt veel betere dingen bedenken dan fastfoodketens. Maar goed, waarom we van fastfood houden en dat soort dingen, daar gaan we het zo over hebben. Hoe gaat het met je? Ja, gespannen. En waarom ben je gespannen? Gespannen tijden vind ik het. Ja, hoezo? Nou ja, het komt binnenkort mijn... Hoe heet dat? Tussentijds toets komt eraan en voor het examen, het rijexamen. Nou, ik zit te stamelen terwijl ik het erover heb. Ja. Hoor je het? Ben je zo gespannen? Kan gewoon niet uit mijn woorden komen. Nee? Nee. Ik vind het vooral heel geinig om te zien wie er allemaal de drive-thru heen komt. Nou ja, ik moet wel zeggen, we zitten nu, wat is het, woensdagmiddag? Deze video gaat dadelijk al live. Het is denk ik 1:30 of zo. Mm-hmm. En je ziet eigenlijk alleen maar mensen vanaf de snelweg hierheen komen. Ja. Ja, ik denk dat dus ook heel veel mannen die buiten de deur werken, na het werken gewoon even langs de drive-thru gaan. Tijdens het werken, 1:30, schat. Tijdens het werken dan. Ja. Of ja, als lunchpauze inderdaad. En dat ze dan thuiskomen en dat ze dan ja, een half bordje nog opeten, mee eten. Omdat ze gewoon lekker... Ja, ik ben een beetje op mijn lijn aan het Ja, dat is een zware lunch. Nou ja, ja, precies. Dat ook inderdaad. Nee, maar goed. We hebben de show en jij hebt natuurlijk je... Ja, dat is pas in juli het afrijden hoor, begin juli. Nee, want je hebt natuurlijk tussentijds de toets. Ja, dat die is... wel. Die is over een week misschien. Ja, dat is wel redelijk snel, ja, toch? Maar wat het vooral eigenlijk is dat ik het heel graag wil halen. Ja.
Omdat elke week, en nu doe ik het soms zelfs 2 keer per week, ik in de spanning zit voor rijlessen. En ik wil gewoon niet zoveel spanning in mijn leven hebben. Nee, dan vraag je af, waarom heb je het in godsnaam jezelf aangedaan? Meidje met 31, half in rijdt. Nee, maar het is beter. Ik vind het beter dat we allebei kunnen rijden. Ik vond het toch een soort van, het was echt een angst. Het autorijden was best wel groot angst geworden sinds ik rijexamen had gedaan. Ik was gefaald en ik had nooit meer opgepakt. Mm-hmm. En ik wilde dat toch een soort van goed maken voor mezelf. Want ik dacht, ja, ik wil het toch wel gaan proberen. Dit keer dan automaat. Mm-hmm. Dat ik het toch een soort van mijn angst aanga en voor mezelf laat zien van dat ik het wel kan. Dus wat, ik vind het altijd wel goed om je angsten aan te gaan. Daar gaan we het in de show ook over hebben. Dat is iets waar ik me nu wat meer zorgen over maak. In die zin. Nou hebben we ooit bedacht dat we het soort van zo low-key mogelijk wilden houden. Maar toch probeer er iets van te maken. En dan merk je gelijk dat je toch, tenminste ik dan in ieder geval, de lat toch weer iets te hoog leg. Dus ik denk, ja, moet wel dit en dat en zo en zo. Maar uiteindelijk was ons concept, we willen mensen bij elkaar brengen. En we willen wat meer, we willen wat dingen delen. En that's it. Mm-hmm. Maar goed, nu hebben we er weer een heel show gemaakt. En vanavond gaan we dus even de technische doorloop doen. Er is niet, we hebben trouwens niks ingestudeerd hoor, overigens. We hebben kaartjes. Er gaat geen licht ons volgen op podium of zo. Nee, precies. Maar het is meer dat we even kijken, oké, gaan video's werken die? We hebben 2 video's gemaakt. Ik wil het liefst eigenlijk alles zelf bedienen, zodat ik een beetje, dat we wat meer speling hebben. Mm-hmm. Maar ja, dat zijn dan dingetjes die allemaal in mijn hoofd zitten. Ja, nou, ik vind het ook wel fijn om dingen zelf te kunnen bedienen. Als in dat je weet wanneer je naar de volgende, het volgende onderdeel kan. Want soms kom je niet helemaal uit je woorden en denk je, nou, hup, een volgende. Maar ja, als dan de technische persoon wacht op een bepaalde cue die we niet hebben. Die we niet hebben. Dan sta je daar, mond vol tanden. Ja, maar ik wil ook natuurlijk dat het een beetje interactief wordt. Dus dat mensen uit het publiek ook dingen kunnen zeggen en zo. Weet je, het is niet echt een groot show. We gaan een grote opvoering doen. Het is eigenlijk een meet and greet, wat ik niet wilde doen. Mm-hmm. En daarbij, tenminste, ik wilde wel meet and greet doen, maar op een speciale manier. Dat mensen het ook wat specialer vinden. En daarbij ik wilde er wel wat groters van maken dan alleen maar dat het om jou draait, toch? Ja, maar het draait uiteindelijk allemaal om. Een meet and greet. Ik vind de meet and greet, dan denk er zo aan dat je dan eigenlijk is het heel best wel narcistisch, toch? Ja, nou, zoiets. Nou, er werd heel vaak om gevraagd. En dan denk ik van ja, dan wil ik er wel iets van maken. Want ik vind het dat mensen naar een bepaalde plek toe komen om jou te ontmoeten, vind ik dan weer zo, ja, dat vind ik dan niks. Dan denk ik van, dan heb ik liever dat ik nog iets te bieden heb. Mm-hmm. Daar gaat het me meer om. Nou, plus dat wij het altijd wel een leuk idee hebben gereken om wat meer mensen met elkaar te verbinden. Ja. Aangezien we best wel veel mensen hebben die natuurlijk ook met mentale gezondheid veel bezig zijn. Ja. Met die van hunzelf dan. Dus dan leek het daarom leuk heb je gewoon één grote factor in het gemeen. Waarschijnlijk zijn we met z'n allen een beetje angstiger in het leven. Ja. Tenzij, er zijn ook een aantal mannen die meekomen toch met hun vrouwen of vriendinnen. Nou, weet je wat? Ja, nou, die kunnen ook angstig zijn. Dat is waar, maar was het toch eentje die had gevraagd of die vent zich niet ging vervelen? Ja, klopt. Ja, dat zou kunnen. Maar ik zie het eigenlijk als de vetgezellig community dag. Mm-hmm. En het is dat we het in het theater doen en dat we het de show hebben genoemd, maar het is meer een community dag. Ik vind eigenlijk een community dag ook wel leuker dan een theatershow, denk ik. Ja. Ja, theatershow moet ik altijd denken alsof ik nu ga een tapdansen en zo. Ja, alsof je echt een show hebt ingestudeerd met kostuums en acteurs. Maar ik denk dat de meeste mensen wel dat wel begrijpen. Nou, genoeg over de show voor de mensen die niet komen. Balen, joh. Vervelend. Nee, ja, het kan zijn dat ik het zo leuk vind dat ik denk, nou, we doen nog een keertje een zaaltje huren, maar dat weet ik gewoon niet. Ja, nee, dat is goed, maar ik wil je ook wel brengen dan. Nee, maar we willen mensen bij elkaar brengen. Dan het is niet alsof alleen deze mensen bij elkaar. Als ik mijn rijbewijs heb, zet ik je wel af in het theater. Maar goed, fastfood. Helene is vanaf kinds af aan al echt een fastfood bewonderaar. Toch? Jij posters van McDonald's in je huis gehad, nee. KFC, Burger maar King, alles. Wat wel zo is, ik ben opgevoed met mijn moeder die best wel ons een clean dieet bepaald eetpatroon wilde meegeven. En daarin hoorde geen, eigenlijk niet echt fastfood, maar we aten wel bijvoorbeeld wel friet uit de frituur op vrijdag en zo. Ja, ja. Dat is natuurlijk ook een soort van fastfood, maar dan iets. Ja, wat is het? Nou ja, gezonder. Ja, ze dachten in die tijd ook als je bijvoorbeeld
bepaalde soort patat kocht mm-hmm. uit die zakken, dat je dan beter bezig was. Maar toen kwam je erachter dat het al voor gefrituurd was en zo. Ja, precies. Hoop, er zal altijd wel iets minder... Hoop scams zo geweest. Ja, maar weet ik in niet. Het verleden. Als je voor gefrituurde friet in de airfryer doet, dan loopt er nog steeds meer uit dan dat er in blijft zitten. En in een frituurpan blijft het er wel in zitten. Maar goed, het gaat niet over gezond of ongezond. Dus ik heb dat nooit zo echt meegekregen. Maar ik hunkerde wel altijd heel erg naar vrijdag frietdag. Ja. Dat was voor mij echt geweldig. En dan weet je nog wel dat mijn moeder bijvoorbeeld op donderdag besloot van... dan gaan we nu friet eten. Want dat was dan even handiger. En dan was ik op vrijdag helemaal verbaasd dat het geen vrijdag frietdag meer was. Daar kon ik dan niet overheen zetten. En toen moest ik mijn groenten eten en mijn gehaktballetje. Vond je verschrikkelijk of niet? En dan dacht ik, nee. Nou, dat was echt drama aan de tafel. Echt erg. Ja, ik nu denk ik echt van, oh, ben ik een verschrikkelijk kind geweest. Maar ik was gewoon dol op friet, ja. Ja. En dan gebeuren dat soort dingen. Maar thuis krijg je dus weinig van dat soort dingen? Nou, ik mocht wel gewoon snackjes en zo, hoor. Dus niet doen alsof het verschrikkelijk was. Maar ik had wel, toen ik op mezelf ging wonen, heb ik een frituurpan aangeschaft. En daar heb ik wel elke dag bijna gebruik van gemaakt. Wauw, dat heb ik niet eens gedaan. Tot op een gegeven moment was ik dus, gewoon aardig wel wat aangekomen. Maar ja, volgens mij komen heel veel mensen aan als ze op zichzelf gaan. Ja. Dat je dan toch geen toezicht meer hebt of je niet... Ik denk dat het best wel normaal is inderdaad als je op jezelf gaat voor het eerst. Ja. Dat je dan denkt van, oké, nu kan ik alles eten wat ik wil. Ja, dus dan ga ik. Ik was 20 en ik dacht, nou, nu ga ik gewoon van alles proberen. En wat ik allemaal, zoals frikandelbroodjes. Nou, ik hoefde er vroeger niet eens naar te kijken. Die werden niet gehaald. Ja, ja. Maar ook niet als tiener dat je dat gewoon ging halen. Want ik deed nee, het wel, want hoor. Ik had nog heel erg... Ik wilde dat dan gewoon niet doen. Omdat ik voelde dat ik stiekem buiten de deur aan het eten was of zo. Ja, ja. Maar wel eens dat ik in de middag wel een frietje ging eten. Ah, oké. Dus dat deed je wel. Dat was wel een beetje... Ja, wel een beetje. Maar ik ging niet opeens frikandelbroodjes halen of pizza proberen of zo. Ja. Dus dat is allemaal gebeurd toen ik uit huis ging. Ja, bij mij thuis, wij gingen... McDonald's, dat ging er niet in. Mijn vader was ooit een keer McDonald's van ziek geworden van de kipnuggets. Daarna gingen we nooit meer bij de McDonald's iets eten. We aten wel Burger King. Want we gingen elke week naar de stad. We gingen niet elke week naar de Burger King toe. Maar eens in de zoveel tijd gingen we eens naar de Burger King. Leuke anekdote. Ik hield dus ook... ik hield wel van patat. Ik hield sowieso van snacks en dat soort dingen. Maar ik vond, wat ik dus echt verschrikkelijk vond, is dat we sommige dingen aten waar ik echt... Dan wilde ik liever patat eten. Maar Mari maakte goulash. Ja, goulash. Dat was verteld toch, dit verhaal? Het is een soort van mengelpot, toch? Van alles. Ja. En wat ik dus wist, is dat mijn ma die maakte dat 's ochtends. En ik wilde dat gewoon pertinent niet eten. Ik vond het zo ranzig, want ze deed er ook champignons in. Dat vond ik echt... En heel veel groentes die ik nu wel lekker vond, zaten erin. Die vond ik... dat vind ik nu wel lekker, vond ik toen echt walgelijk. En wat ik dus deed, was op een woensdagochtend deed ze, want dan had ze er tijd voor. En dan ging ze dat maken en dan wist ik dat ze woensdagmiddag weg was. En dan pakte ik de zoutpot en dan gooide ik er zoveel zout in, dat we s'avonds dan mijn pa dan at. En dat hij dacht van, jezus, wat zout is dit. En dan mochten we patat halen. Zo erg. Ja, dat is heel erg. Ik vind dat nu achteraf, nu mijn ma er niet meer is, vind ik het wel een beetje sneu. Ja. Want nu zie ik ook, dat is echt wel werk wat je erin zet. Want dan sta je 's ochtends toch echt een half uur tot een uur sta je even te koken. Waar je eigenlijk ook niet zo... Mijn ma was niet echt degene die het leukst vond om te koken, maar ze deed het wel. Mm. Nu vind ik het wel sneu, maar toen dacht ik echt van, lukt het maar. En mijn pa heeft één keer, weet ik nog, hebben we het doorgegeten. Toen had ik er niet genoeg in gedaan. Toen dacht ik, de volgende keer niet genoeg. Gaat er meer in, want ik wil dit gewoon niet maar eten. Maar jouw moeder, die deed toch ook een bepaald soort kruidenmix er doorheen? Ja, van die Maggi, van die knor kruidenmix. Ja. Toen is op een gegeven moment toch aan afvragen of die heel zout waren. Ja, ja, of die of het receptuur was veranderd. Toen ging ze er minder in doen. En toen deed ik dus expres ook minder. Toen deed ik er niks in. Toen zei mijn pa, ja, dat is wel heel flauw. Ja, zo erg. Maar ja, ik wilde gewoon heel graag friet eten. Dus dan waren we jullie thuis te overtuigen dat zij gewoon geen goulash kon maken. Ja, op een gegeven moment wel. Ja, dat er iets met de receptuur. Ja, mijn pa begreep het. Tot aan de dood hebben ze het ook voor mij niet begrepen. Nee. Wat er gebeurd was. Nee, maar nu als je nu terugdenkt, dan vind je het allemaal zielig voor je ouders. Ja, maar dus nu denk dat ik zo met grote krokodillentranen boven die gehaktballen en die dopherten zat, omdat ik wel het vrijdag frietdag was. Ja, dan denk ik toch ook, come on, man. Je moeder die lekker eten voor je staat te maken. Ja, wees een beetje dankbaar. Het was niks gewoon over. Echt een prima Hollandse kost. Ja, ja. Ik weet dat mijn zus er altijd enorm van genoten, dus het lag ook wel een beetje aan mij. Ja, precies. Nou ja, toen ik op mezelf ging,
ben ik wel iets meer fastfood gaan eten. Maar ja, je zou het niet zeggen, maar ik ben dus niet de grootste fastfood lover in de wereld. Ik heb genoeg McDonald's en alles op hoor. Ik heb het allemaal wel op. KFC, wat ik wel eens deed met een vriend van mij, gingen we een bucket halen. Toen kenden we dat nog niet, maar dat was toen vrij nieuw. En gingen we vanaf de bioscoop, Pathé de Kuip, gingen we naar de stad lopen, hadden we een bucket, hadden we mee. En toen gingen we dat zitten opeten onderweg. Nou, die dag erop, want die dingen waren heet op de wc. Gezeten. Ik weet nog dat ik naar hem toe stuurde op Skype volgens mij. Ik zeg, heb jij ook zo op de wc gezeten? Hij zegt, ja man, ik ook. Nou, dat was echt niet te doen. Maar dat was de eerste keer dat ik zo'n bucket op had. Het is helemaal vuur uit je anus. Ja. Maar toen vond ik, KFC was toen vrij nieuw in Nederland, dat weet ik nog wel. Maar ja, over het algemeen, McDonald's heeft mij nooit heel erg getrokken. Als kind wel, want ik dacht, kind, ik wil Happy Meals. Happy Meals. Ik wil een poppetje of weet ik veel wat. Ja. Maar op latere leeftijd eigenlijk niet. Die Potato Heads, die dingen waren zo geweldig. Die poppetjes? Ach nee, die Nuggets. Ja, die Nuggets. Ja. Geen Potato Heads. Nee, maar het lijkt op Potato Heads. Ja. Maar wat is nou wat zo aantrekt in fastfood? Want men zegt dan natuurlijk dat er spul in gebruikt wordt, waardoor je er ook verslaafd aan kan raken. Maar er is toch iets aan waardoor... Ja. En volgens mij is het concept begonnen omdat fastfood snel is. Ja. Dus mensen hoeven over het algemeen gewoon echt niet lang te wachten op een eten. Wat natuurlijk wel crime is in restaurants. Dat soms zit je een half uur te wachten terwijl je trek hebt. Ik denk dat het is wat de charme heeft. En dat je het vanuit veilig vanuit je auto kan bestellen. Je hoeft eigenlijk nergens naar binnen te gaan. Dat is dan met drive-thrus, denk ik. Ja. Ja, het is natuurlijk een concept vanuit Amerika hier naartoe gekomen. Want het was natuurlijk in Amerika. Wel grappig, we zitten sinds kort een Nederlander die in Amerika woont. Hij heeft een YouTube-kanaal. Best een leuk kanaal, moet je maar eens even... Ik zal het in de beschrijving linken. Ja. Tom in de Dutch Redneck. Ja, maar hij heet volgens mij Thomas in de USA of zoiets. Ja, volgens mij. Ja. Maar die vertelt ook, in Amerika is het er gewoon opgebouwd dat je niet eens kan lopen überhaupt. Je moet, overal ga je met de auto doorheen. Zelfs de farmacie kan je met de auto doorheen. Je hebt allemaal drive-thrus. Inderdaad, ik denk dat het gemak van alles, wat in Amerika dus al glorietijd vierde in de jaren 80, volgens mij is dat een beetje begonnen, is hier ook wel steeds meer. Want als ik nu zo kijk, ik verbaas me eigenlijk hoeveel mensen hier komen om toch even een KFC'tje te chappen. Ja. Want ik... Eigenlijk als ik normaal, denk ik niet echt van, ik ga nu even naar een fastfoodketen of zo. Nee, maar wij zijn ook niet zoveel onderweg. Nee, dat is misschien ik denk dat het ook zo, vooral veel mensen zijn die lekker in de auto langere stukken moeten rijden. Of als je op vakantie gaat. Ja, wij doen eigenlijk niet zo heel veel met de auto behalve naar werk rijden. En dat is... En dingen halen en zo. Dingen, pakketten wegbrengen en zo. Het is niet dat wij de auto echt gebruiken als vervoersmiddel als we gaan reizen of als we lange stukken gaan rijden. Nee. Ja, maar zou je dan zeggen dat wij dan ook eerder daarheen zouden gaan? Want ik vraag het me echt af. Maar nee, ik vind het eigenlijk ook wel heel leuk om ergens wat te gaan eten. Ja, want ik vind het wel leuk als ze nieuwe dingen hebben. Dat wil ik altijd proberen, vind ik altijd grappig. Maar over het algemeen zou ik niet zeggen van, ik ga nu even naar een fastfoodketen om even een burger te halen. En dan denk ik van, of ik maak hem zelf veel lekkerder. Of ik ga naar een goed restaurant om dat te eten. Er is niet bij mij een moment, behalve dan in de video's, dat ik denk van, nu ga ik even naar een Mac of naar een Burger King. Ik denk dat het ook meer gemak is. Ja, maar er is iets ook in de smaak wat mensen aantrekt. Ja, is het de crunch, de... Verslavende stoffen toch, uiteindelijk. Daarom blijven we toch allemaal zo... dol op, kijk helemaal naar mijn cola-verslaving. Ja, dat is waar. Toen natuurlijk met wat erin zit. Ja. Dus, maar wij zijn misschien niet van die gemaksmensen die dan onderweg even denken, ons magen vullen of zo. Nee. Dan nemen we liever even ruim de tijd om ergens iets leuks uit te zoeken en daar te gaan zitten met een koffietje. En een, ja, dat is wel waar, ja. Ja, of ik maak het liever zelf. Ja, dat merk zelf, ik ook. Ja. Want ik heb natuurlijk zo'n serie gemaakt, vet nagemaakt, die ik eigenlijk het liefst nog wel weer door wil zetten. Maar over het algemeen, als je het zelf maakt, is het lekkerder. Maar het is dan niet fast. Dus in die zin is het natuurlijk weer logisch dat mensen het kopen. Mm-hmm. Maar de kwaliteit van de producten en de prijs tegenwoordig, moet ik heel eerlijk zeggen, vind ik wel echt... Dat ik denk, het wordt wel echt een luxe meer om naar een fastfoodketen te gaan. En dat is wat die man in Amerika ook vertelde, toch? Dat het daar eigenlijk... voordeliger is om gewoon buiten de deur te eten. Ja. Al was het ook wel, kun je het ook met korrelzout nemen, want je moet wel,
Het ligt aan wat je maakt natuurlijk. Want volgens mij doen zij daar in de ochtend koffie halen. Kan je ook thuis doen. In de middag gaan ze lunchen. Zou je eventueel ook mee kunnen nemen. Ja, avondeten is dan relatief volgens mij goedkoper daar zo. Wat ik zei was meer dat de fastfoodketens duurder beginnen te worden. Ja, maar dat is dus in Amerika. Is dat al het geval? Het fastfoodketen... Nee, die zijn juist goedkoper. Oh, die zijn goedkoper dan... Dan dat je thuis maakt. Hier wordt het echt wel steeds duurder. Dingen die hier... Nou, in Amerika wordt het ook steeds duurder trouwens hoor. Want hij had ook een milkshake. Die was wel echt een stuk groter. Maar dat was daar ook 9 of 10 echt dollar. Echt veel duurder. Maar er zijn de supermarkten denk ik dan ook gewoon heel veel duurder. Ja, Amerika als je daar mee vergelijkt is het natuurlijk sowieso veel duurder. Maar het is ja, over het algemeen... want fastfood, daar reken je eigenlijk... Want ik zit nu de hele tijd wel dit soort fastfoodketens zoals McDonald's en zo te zeggen. Maar eigenlijk reken je daar eigenlijk ook een snackbar mee, toch? En Domino's. En eigenlijk alles op thuisbezorgd is ook een soort fastfood. Het gaat allemaal snel. Ja, maar toch, ja, maar sommige zijn gewoon restaurants. Wanneer is het fastfood en wanneer is het dan geen fastfood? Fastfood is toch gewoon... Is het definitie veel zout, veel suiker en veel junkfood, vet? Hè? Junkfood is daar een verschil dat wat jij nu noemt. Gewoon alle dingen met veel vet, suiker en nou, wat wij zeggen als troep. Troep. We eten alleen maar troep vandaag. Nou, dan hebben we waarschijnlijk cookies op en milkshakes en dat soort dingen. Ja. Maar ik denk fastfood echt gewoon staat voor het eten wat supersnel klaar is. Ja, precies. Nou, dat kan in principe... Ja, dat is dan niet per se gezond natuurlijk. Want een salade heb je ook supersnel klaar. Mm-hmm. Dus, nou ja, weten wij veel. Denk je dat we als samenleving er ooit naartoe gaan hier in Nederland... dat er echt om de havenklap een fastfoodketen zit? Ja, ik gok dus van niet. Omdat wij als Nederlanders toch best wel nuchter zijn... en ons gehaktballetje wel s'avonds ook op tafel willen zetten. Maar is gehaktbal ook niet een soort fastfood? Nee. Gehakt is echt een goede gehaktbal? Ja. Dan ben je toch echt een goede middag mee bezig. Ja, dat is ook wel zo. Ja, dat is waar, want die moet braden en zo'n langere tijd, ja. Ja, ik hoop wel dat we er naartoe gaan. Kijk, echt een fastfood shop op zijn tijd moet echt wel kunnen. Maar ik hoop wel dat we er naartoe gaan dat mensen wel weer wat meer gaan waarderen. Dat eten wat langer kost om te maken en dat je er wat meer tijd aan besteedt. Want ik heb het idee dat we wel echt steeds verder wegdrijven van... eten bereiden en dat hele moment. Want mensen moeten het zo snel, magnetronmaaltijden en dat soort dingen, weet je wel. Het is allemaal sneller. Ik denk ook wel, omdat alles zoveel duurder wordt, dat mensen ook al meer gaan waarderen wanneer het echt goed eten is. Hm. Want wij hebben soms als we ergens dat we gaan zitten en dat we eten en dat we het slecht vinden, dan vind ik het echt oprecht heel erg zonde van het geld. En ook van het eten. Ja, en van het eten inderdaad, omdat het zoveel lekkerder kunnen zijn. Ja. Dus ik denk dat dat we eigenlijk niet anders kunnen dan wat we meer thuis gaan koken. Ook vanwege de kosten. Ik ben benieuwd hoe jullie daarover denken als luisteraar. Hou je van fastfood of niet? Of neem je het wel eens op zijn tijd? Of heb je zoiets van, nou, ik mij liever echt gewoon vers gekookt eten? Of hou je helemaal niet van koken? En ga je het liefst alleen maar naar een fastfoodketen? Laat het vooral weten, ik ben wel heel erg benieuwd. Snackje van de week? Snackje van de week. Snackje van de week is een snack die nog uit moet komen. Het is namelijk de Mystery Box. We hebben een doos laten maken. Super cool, met snackjes samen. Ik ben de doos ook al aan het samenstellen. En over 2 weken, als het goed is, in de week van 21 juli, komt die online. Dan kan je hem bestellen. Er zitten hele leuke en ook bijzondere producten in. Zeker. Ja, dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ben ook heel erg benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. Er zijn heel veel mensen die hem al willen gaan pre-orderen. Het is geen pre-order trouwens, want het is gewoon, je krijgt hem waarschijnlijk binnen een paar dagen in huis. Wat echt top is. Ja, dus het snackje van de week is deze week de vetgezellig Mystery Box. Ja. Hopelijk is het aan het einde van volgend seizoen is het je eigen snack. Zo, dat zou wel cool zijn, hè? Dus als we een heel seizoen doortrekken naar volgend jaar, dus het tweede seizoen, dat we daarna een snack lanceren. Ja, dat zou geweldig zijn. Hou ons daar aan, zou ik zeggen.